Duitse verkiezingen zijn achter de rug en zoals verwacht heeft kanselier Merkel gewonnen. Zij kan dan ook met haar conservatieve CDU hier in Berlijn een regering vormen. De tweede partij van Duitsland, de SPD, van linkse signatuur, die wil echter in oppositiebankjes gaan zitten. Dus de grote coalitie is achter de rug. We gaan op zoek naar een nieuw verbond, een nieuwe regering, mogelijk met de liberalen die flink gewonnen hebben en met de groenen. Op de achtergrond speelt ook de Alternatieve für Deutschland, een radicaal rechtse partij, een grote rol. Want die zijn als grootste oppositiepartij in de Bondsdag gekomen met bijna 90 volksvertegenwoordigers. En die zullen ook zeker harde oppositie gaan maken. Want ze zijn erg tegen de EU en tegen de vluchtelingencrisis. En vandaag is echter bij hen, hier achter me, de partijvoorzitter al opgestapt. Het wordt dus behoorlijk wat trammeland in de Bondsdag